Hallo mensen van YouTube en welkom terug bij een nieuwe aflevering. En David is een soort van Hallo. AFK of zo. Oh, Ik ben hi, hi hier. David. Oh, hoi. Oké, wie krijgt vandaag de kip? Want dan kunnen we gelijk ons geniale ding van vandaag doen. Oké, Ja. Scott van R&S Nee, Games. laten we hem gewoon scotten. Ha! Oké, kom. Ja. Scott Ik van weet niet R&S hoeveel mensen, Gameplay, ik weet niet jee. hoeveel mensen van jullie snappen wat Waarschijnlijk scotten is. krijgt hij. R&S Games. Waarschijnlijk krijgt hij die grap echt gewoon elke dag. Minimaal 3 keer. Ja. Ja. Oké, Scott. Doe ik gewoon Scott? Ik doe gewoon Oké, Scott. eerst de kip. Harm is al groot gegroeid. Oh shit. In Harm's Hok zitten er nu 2. Waarom zit er ineens fucking veel kip in Harm's Hok? Oké, laat maar. Harm gets all the bitches. Chicks. Geef hem. Scott heeft ook een YouTube-kanaal samen met Roel. Die hebben we hier al. En we kennen hem uit de fanserver. En hij is gewoon aardig. Vandaar. Vandaar. Ja, leuk YouTube-kanaal. YouTube-kanaal Goed. is ook goed. Ja, gewoon goed. Heb je goed gedaan? We hebben geen tips voor jou. Maar wel dat je het goed doet. Dus ga zo door. Dat is de tip. Oké, zijn we van plan om een bank te overvallen. We hadden een beetje te veel gedronken gisteravond. En toen kwam dit idee Ja. eruit. David die wil zeker niet mee. David, die Nee, ik vindt haat het echt een banken. slecht idee. Ik heb bankfobie. Bankfobie. Ja, ook Bankobie. ja. bankfobie. Ja. Dus het is allemaal vrij erg, maar het begon als een grap en we gaan het nu echt doen. En ik denk dat Geweld. iedereen dat wel een keertje doet. Oké, ik heb C4, ik heb wapens, ik ben helemaal klaar. Heb je C4? Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik heb C4, ik heb alles. Zullen we gaan? Oké, ik ben er klaar Want voor. Let's jij go. had een bank gezien onderweg, toch? Jammer. Ja, ik Ja. had er een Ja. gezien. Nou, Ik ik weet ga precies dus waar niet die zit. mee. Oké, Ik ga doei dus. David. David, Dag. als we niet levend terugkeren, kan je dan zeggen tegen Dan neem ik de al jullie spullen. kippetjes dat je ze nog kilt, oké? Die kippen moeten echt Ja. dood een keertje. Oké, doei. Ik ga ze doodmaken, is goed. Alleen als we niet terugkomen, hè? Als over. Succes! Succes! Neem Waar ben je nou? We heel moeten naar veel de geld mee. helikopter, toch? Ik ben proberen naar de helikopter te komen. Wat moeten we geld meenemen? Oh. Oh. Ja, heb je je pinpas bij je? Want we moeten wel pinnen daar, hè? Oh. Maar dan beroof je toch niet echt de bank? Dan beroof je je eigen rekening. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Oké. Oké. Voor iedereen die dat nog niet wist, Ik als je vind de het bank loopt. eiland te ver lopen. Kunnen we niet gewoon een soort ander eiland gebruiken? Oh, shit, creeper. Wat? Oh, ben je dus een skeleton? Auw! Je raakte mij, of niet? Nou, laat maar. Oké, waar moeten we naartoe? Daar, jee, je bent er al. Auw, ik ben zo slecht. Kunnen spinnen ladders op? Nou, Maar gelukkig. spinnen kunnen wel gewoon de dinges op. Nou, moet ik even checken of die komt. Oh nee, hij komt niet. Oké, laten we snel gaan. Kan ik in de. Ja, zit je erin? Ik kan misschien in de passagiersseat zitten nu. Oh, ik sta nu aan de achterkant. Daar kan je die niet in. Ik moet even Ja! toch fuel instellen. Oké, let's go. Je zit helemaal Eén. onder de pijlen, meid. Wie ik? Ja, jij. Oh. Kan ik de eieren gooien terwijl ik je inzet? Weet ik volgens mij. Volgens mij niet, Volgens nee. mij niet. Ah, oh, deze helikopter heeft gewoon wielen. Oh yeah. Dat had onze vorige niet. Wat is daarmee Nee, gebeurd ik eigenlijk? weet het niet. De Oh wielen ja, waren wacht. afgebroken of zo. Ik ga pot. Kijk uit voor de molen alsjeblieft. Dankjewel. Daar wilden we toch doorheen vliegen, of niet? Kijk, en waar is dat? Waar is dat hele Daar, de bankeiland? luchtballon. Daar willen wij. We willen zeg maar recht in de richting vliegen van de lucht waar het de luchtballon in wijst. Oké. Als jij het zegt. Dat zeg ik, ja. Hier is dat gekke kompaseiland. Ja, inderdaad. Het Die is in zo'n de raar server ding. heel goed werkte. Ja. Oké, en hier ergens is Ah, die kijk. bank volgens jou. Ja, dit is Een hele dit is het grote eiland ronde waar bol. banken zijn. Er staat een huisje. Van wie Nee, zou dat die is nou niet zijn? het huisje dat we wilden hebben. Oh. Kijk, waar willen we. Waar kunnen we landen, denk je? Op de bank. Op de bank? Erop. Er zijn zombies. De bank wordt zo te zien al overvallen. Oh ja, ik zet hem wel gewoon hier neer, ja? Of zal ik hem ergens anders neerzetten? Zet hem echt alsjeblieft op het dak. Ja? Ja. Ja, ik zet hem wel op. Hopen dat het dak het houdt. Trouwens, ik heb ook voor de overval heb ik
hoe heetten die dingen? Kut, de wielen zijn weer weg. maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen was, ik heb... Auw! Auw. Auw. Ik heb... Wat? Een hoezo heet zo'n ding? Een bivaxmus. Ja, die. Oh shit. Is dat in de bank? Ik weet een niet balakava. Yes, ze zijn echte bankovervallers. Oké, okay, laten we dit laten doen. We niet, laten we niet met wapens naar binnen lopen. Nee. Dus gewoon met een broodje in je hand of zo. Ja. Wacht, ik gooi even de andere kippen weg. Oké. Okay. Met lege handen naar binnen. Misschien moeten we dat ding ook nog niet opzetten, of wel? Niet? Nee, niet. Nee, maar het heeft toch niet zoveel zin als ze zeg maar al je gezicht hebben gezien. Maar in PD doe je dat ook niet. Nee, maar dan hebben ze je gezicht al gezien. Daarna pas zet je hem op en dan weten ze toch wie je bent. Ja, maar dan ziet de politie je gezicht. Nou, oké, is goed. Ja, maar oké. Laten we gewoon naar binnen lopen. Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Hier is een gouden zwaard. Hallo? Oh, hier is de bank. Kijk. Daar. Wat? Oké. Oké, doe je dit. Doe je muts op. Kom op, go. Ja. Geef me al je geld. Al je geld nu. Nee. Geef. Ik schiet. Waarschuwingsschot. Hallo, kan ik u helpen? Volgens mij werkt het niet. Wat? Ja, we zoeken de bank. We zoeken de bank. Maar deze ligt daar in de hoek. Als je wilt zitten, hebben we daar een plekje. Oké. Oké, geld geven. Wilt u ook nog geld opnemen? Ja. Ja, eigenlijk wel. En hoeveel geld wilt u? Oké, wacht. Dit is een overval, ik wil alles! Oh nee, shit. Kom op, misschien, we nemen deze man als gijzeling en als je die deur niet snel opent... Oké, ik doe hem open, hier. Okay. Alleen, ik kan de kluis niet open doen. Waarom niet? Omdat wacht, hier heb ik iets voor mijn bij me. Oh okay. Shit. Oké, iedereen terugstaan! Shit's going to blow! Oh! Wow. De bank! De kluis is open! Go! Geef alles go, mee! Go! Zombie! Oké, die is dood. Oh, ik schoot die billetje dood. Oké. Snel naar binnen. Wacht, misschien moeten we die villagers ook doden. Het zijn allemaal beveiligers. Het zijn allemaal... Hoe heet dat? Van die witnesses. Getuigen. Ja, je hebt twee soorten... Je hebt twee soorten boeven. Je hebt boeven die getuigen achterlaten en boeven die gepakt worden. Nee, wacht. Je hebt twee... Laat maar. Het klonk veel cooler. Het komt uit Breaking Bad, oké. Okay. Oké, laten we alles pakken. Ik heb geen inventory rented. Oké. Ik had hier echt beter over na moeten denken. Botten kan mogen ik weg, soort van... pijlen oh, mogen shit. Weg, spider eyes moet weg. Ik alles oh, hij ontsnapt! Klikken. Hij ontsnapt! Wie? Auw! Vuurgevecht! Cool, help! Vuurgevecht waar? Hij schiet op me. Ah, shit. Ja, die krijgen dat geld nooit. We staan al een soort van in de... Wat? Oh, vandaar kan ik je niet raken. Nu ik sta niet meer, denk ik. Nu niet meer, net wel. Puur gevecht. Gun down. Oké. We got a man down. Okay. We hebben echt veel te veel gemoord. Dit moest een schoot. Oké. Maar ik ga hem nog een keer proberen te zeggen. Je hebt twee soorten dieven. Dieven die niet gepakt worden. En dieven die getuigen achterlaten. Is dat goed? Ja, dat klinkt wel steeds beter. Ja, oké. Nu is het klikje rot festival. Ja, inderdaad, ik pak al het goud. Volgens mij kun je ook gewoon dubbel klikken en dan pak je al het goud dat er is. Ja, dat werkt ook. Oh shit. Welkom bij het RSI festival. Dat heet toch zo? Volgens mij heet dat zo. Oké, die botten kunnen ook wel. RSI is muisarm. Een muisarm, waar de fuck ben je? Dat zeg ik via de portofoon. Gaat het overal afval goed? Heb je het gehoord? Wat er allemaal gebeurde? Nee. Wat is er aan de hand? We hebben per ongeluk best wel veel mensen gedood en we hebben de bank kapot gemaakt. Nee, niet de bank kapot gemaakt. Ja, eigenlijk goed. Ik haat banken. Oh ja. We moeten hier even omhoog komen. Wacht, ik maak even een trappetje. Met goud. Yes! Fuck jullie, fuck de bank. Wacht, heb ik nog meer? Ik heb helaas niet nog meer gunpowder. Oké, ik zit in een helikopter. Kom je mee? Nee, kom mee.
Oké, okay, ik zit in de bijrijders seat. Ja, super veel goud. Dat goud moeten we nog een soort van witwassen. Oh shit, de politie komt eraan. We moeten evading technieken. Wacht, ik ga hier onder het eiland. Straks gaan ze op ons schieten met RPG's. Net als in GTA dat we straks een keer gaan spelen, moet je ook nog maar evading. Jee, wie weet is de eerste aflevering al geüpload. Ja, misschien wel. Eigenlijk geen idee, want we nemen niet alles op het moment dat het wordt uitgebracht. Precies. Oh, kijk uit. Nee! Ik wil niet nog een keer doodgaan. Dat zou de derde keer zijn, geloof ik. Even kijken, David schoot me een keertje dood. toen werd ik doodgeschoten door iemand in de bank. Heette de... Oh ja, ik heb je wel neergeschoten. Ja, deze aflevering nog. Oké, ik ben weer terug naar huis. Weg naar op vak. Ja, we zijn op weg naar huis. Ja, dat. Oh ja, kijk, we zien het al. Ik zie de avondal. Nou, dat was best wel cool. Ja. Dat ging nog best wel goed eigenlijk. Ja, we hebben eigenlijk best wel veel goud binnengehaald. Dus we gaven het wel snel op. Wordt van... Ja. Moeten we vaker doen. Ja, klopt. Welkom bij Bankberoving Zondag. Oké, we uploaden op maandag en vrijdag. Hoe kan het ooit mogelijk een zondag zijn? Oh, shit. Oké, laten we de aflevering sowieso gewoon afsluiten. Oh, spring eruit. Want, oké, shit, abort the ship. Oké, jongens. Tot de volgende keer. Like en favorite als je voor bankberovingen bent. Of tegen. Als je tegen bent, moet je ook liken. Als je voor banken bent. Oké, laat maar. Je moet gewoon altijd liken, oké? En subscribe en doe al dat soort dingen. Ja. Tot de volgende keer. Nou, mensen die subscriben. Dit moest een schoon. Oké. Maar ik ga hem nog een keer proberen te zeggen. Je hebt twee soorten dieven. Dieven die niet gepakt worden. En dieven die getuigen achterlaten. Is dat goed? Ja, dat klinkt wel stuk beter. Ja, oké. Nu is het klikje rot. Festival. Ja, inderdaad. Ik pak al het goud. Volgens mij kun je ook gewoon dubbel klikken en dan pak je al het goud dat er is. Ja, dat werkt ook. Oh shit. Welkom bij het RSI Festival. Dat heet toch zo? Volgens mij heet dat zo. Oké, die botten kunnen ook weg. RSI is muisarm. Een muisarm. Waar de fuck ben je? Dat zeg ik via de portofoon. Gaat het overal goed? Heb je het gehoord? Wat er allemaal gebeurde? Wat is er aan de hand? We hebben per ongeluk best wel veel mensen gedood en we hebben de bank kapot gemaakt. Nee, niet de bank kapot gemaakt. Ja, eigenlijk goed. Ik haat banken. Oh ja. We moeten hier even omhoog komen. Wacht, ik maak even een trappetje. Met goud. Yes. Fuck jullie. Fuck de bank. Wacht, heb ik nog meer? Ik heb helaas niet nog meer gunpowder. Oké, ik zit in een helikopter. Kom je mee? Nee, kom mee. Oké, ik zit in de bijrijders seat. Super veel goud. Dat goud moeten we nog een soort van witwassen. Oh shit, de politie komt eraan. We moeten evading technieken. Wacht, ik ga hier onder het eiland. Straks gaan ze op ons schieten met RPG's. Net als in GTA dat we straks een keer gaan spelen, moet je ook nog maar evading. Jee, wie weet is de eerste aflevering al geüpload. Ja, misschien wel. Eigenlijk geen idee, want we nemen niet alles op het moment dat het wordt uitgebracht. Precies. Oh, kijk uit. Nee! Ik wil niet nog een keer doodgaan. Dat zou de derde keer zijn, geloof ik. Even kijken, David schoot me een keertje dood. Ergens is die bank volgens jou. Ja, dit is... een hele grote ronde bol. Staat daar een huisje? Van nee, dat is niet zijn. Dit huisje dat we wilden hebben. Oh. Kijk, waar willen we... Waar kunnen we landen, denk je? Op de bank. Op de bank? Erop.
Er zijn zombies. De bank wordt zo te zien al overvallen. Oh, ja. Ik zet hem wel gewoon hier neer, ja. Of zal ik hem ergens anders neerzetten? Zet hem echt alsjeblieft op het dak. Ja? Ja. Oké, ik zet hem wel op. Hopen dat het dak het houdt. Oh, trouwens, ik heb ook voor de overval heb ik... hoe heette die dingen? Kut, de wielen zijn weer weg. maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen was, ik heb... Auw! Auw. Auw. Ik heb... wat? Een, hoezo heet zo'n ding? Een bivaxmus. Ja, die. Oh, shit. Is dat in de bank? Ik weet niet waar het staat. Een balakava. Yes. Yes, zijn echte bankovervallers. Oké, okay, laten we dit laten doen. Laten we niet met wapens naar binnen lopen. Nee. Het is gewoon met een broodje in je hand of zo. Wacht, ik gooi even de andere kippen weg. Oké. Okay. Met lege handen naar binnen. Misschien moeten we dat ding ook nog niet opzetten, of wel? Niet? Nee, niet. Nee, maar het heeft toch niet zoveel zin als ze zeg maar al je gezicht hebben gezien. Maar in PD doe je dat ook niet. Nee, maar dan hebben ze je gezicht al gezien. Daarna pas zet je hem op en dan weten ze toch wie je bent. Ja, maar dan ziet de politie je gezicht. Nou, oké, is goed. Ja, maar oké. Okay. Laten we gewoon naar binnen lopen. Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Hier is een gouden zwaard. Koen? Hallo? Oh, hier is de bank. Oh, kijk. Daar. Wat? Oké. Oké, doe je dit. Doe je muts op. Kom op, go. Ja. Geef me al je geld. Al je geld nu. Nee. Geef. Ik schiet. Waarschuwingsschot. Hallo, kan ik u helpen? Volgens mij werkt het niet. Wat? Ja, we zoeken de bank. We zoeken de bank. Maar deze ligt reageert... daar in de hoek. Als je wilt zitten, hebben we daar een plekje. Oké. Okay. Wil je geld geven? Wilt u ook nog geld opnemen? Ja. Ja, eigenlijk wel. Hoeveel geld wilt u? Oké, wacht. Dit is een overval, ik wil alles! Oh nee, shit. Kom op, misschien... We nemen deze man als gijzeling en... Ja. En als je die deur niet snel opent... Oké, ik doe hem open, hier. Okay. Alleen, ik kan de kluis niet open doen. Waarom niet? Omdat... Hier heb ik iets voor mijn bij me. Oh okay. Shit. Oké. Iedereen terugstaan! Shit's going to blow! Oh! De bank! De kluis is open! Go, geef alles mee! Go! Zombie! Oké, die is dood. Oh, ik schoot een beetje dood. Oké, snel naar binnen. Wacht, misschien moeten we die finishers ook doden. Het zijn allemaal beveiligers. Het zijn allemaal, hoe heet dat, van die witnesses. Getuigen. Ja, je hebt twee soorten. Je hebt twee soorten boeven. Je hebt boeven die getuigen achterlaten en boeven die gepakt worden. Nee, wacht. Je hebt twee... Laat maar. Het klonk veel cooler. Het komt uit Breaking Bad, oké. Oké, laten we alles pakken. Ik heb geen inventory rent. Oké. Ik had hier echt beter over na moeten denken. Botten mogen weg, soort van... pijlen mogen oh, weg, shit. Spider Eyes moet weg. Moet ik alles telkens aanklikken? Oh, hij ontsnapt! Hij ontsnapt! Wie? Auw! Vuurgevecht! Koen, help! Vuurgevecht waar? Hij schiet op me! Shit. Ja, die krijgen dat geld nooit. We staan al een soort van in de... Wat? Oh, vandaar kan ik je niet raken. Ik zou niet denken. Nu niet meer, net wel. Auw. Vuurgevecht. Gun down. Oké. We got a man down. We hebben echt veel te veel gemoord. Kan je dan zeggen tegen die kippetjes dat je ze nog killt, oké? Die kippen moeten echt dood een keertje. Oké, doei. Ik ga ze doodmaken, is goed. Alleen als we niet terugkomen, hè? Succes. Nee, waar ben je nou? We moeten naar de helikopter, toch? Ik ben proberen naar de helikopter te komen. Wat moeten we geld meenemen? Oh. Ja, heb je je pinpas bij je? Want we moeten wel pinnen daar, hè? Oh. Maar dan beroof je toch niet echt de bank? Dan beroof je je eigen rekening. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Oké. Voor iedereen die dat nog niet wist... Ik vind het eiland te ver lopen. Kunnen we niet gewoon een soort ander eiland gebruiken? Oh, shit, creeper! Wat? Oh, ben je dus een skeleton? Auw! Je raakte mij, of niet? Nou, laat maar. Oké, waar moeten we naartoe? Daar, jee, je bent er al. Nou, ik ben zo slecht. Kunnen spinnen ladders op? Nope. Nou, maar spinnen kunnen wel gewoon de dinges op.
Dan moet ik even checken of die komt. Oh nee, hij komt niet. Oké, okay, laten we snel gaan. Kan ik in de... Ja, zit je erin? Ik kan misschien in de passagiersseat zitten nu. Oh, ik sta nu aan de achterkant. Daar kan je die niet in. Ik moet even nog viel. Oké, let's go. Je zit helemaal onder de pijlen, meid. Wie ik? Ja, jij. Oh. Kan ik eieren gooien terwijl ik je inzet? Weet ik volgens mij niet. Volgens mij niet. Ah, oh, deze helikopter heeft gewoon wielen. Oh ja. Dat had onze vorige niet. Wat is daar gebeurd eigenlijk? Ik weet het niet. Oh ja, wacht. Die ging kapot. Kijk uit voor de molen alsjeblieft. Dankjewel. Dan wilden we toch doorheen vliegen of niet? Kijk, waar is dat? Waar is dat hele bank eiland? Daar, de luchtballon. Daar willen wij. We willen zeg maar recht in de richting vliegen van de lucht waar het de luchtballon in wijst. Oh, oké. Als jij het zegt. Dat zeg ik, ja. Hier is dat gekke kompas eiland. Ja, inderdaad. Die in de server heel goed werkte. Ja. Oké, en hier... Hallo mensen van YouTube en welkom terug bij een nieuwe aflevering. En David is een soort van AFK of zo. Oh, ik ben hier. Hi David. Oh, hoi. Oh. Oké, wie krijgt vandaag de kip? Want dan kunnen we gelijk ons geniale ding van vandaag doen. Oké, Scott van R&S Games. Ja, laten we hem gewoon scotten. Oké, kom. Oké. Ja. Scott ik van RNS Gameplay, mensen, jee. Weet niet hoeveel mensen van jullie schappen. Waarschijnlijk krijgen die grap echt gewoon elke dag, minimaal 3 keer. Ja. Oké, Scott. Ik doe gewoon Scott. Oké, hier is de kip. Harm is al groot gegroeid. Oh shit, in Harms hok zitten er nu 2. Waarom zit er ineens fucking veel kip in Harms hok? Oké, laat maar. Harm gets all the bitches. Oké, geef hem. Scott heeft ook een YouTube kanaal samen met Roel. Die hebben we hier al. En we kennen hem uit de fanserver. En hij is gewoon aardig. Vandaar. Ja, leuk YouTube kanaal. YouTube kanaal is ook goed. Gewoon goed. Heb je goed gedaan. We hebben geen tips voor jou. Maar wel dat je het goed doet. Dus ga zo door. Dat is de tip. Oké, we gingen vandaag... Zijn we van plan om een bank te overvallen? Ja. We hadden een beetje te veel gedronken gisteravond. En toen kwam dit idee eruit. David die wil zeker niet mee. David die vindt... Nee, ik haat banken. Echt een slecht idee. Ik heb bankfobie. Bankfobie? Ja. Bankfobie. Ja. Dus het is allemaal vrij erg, maar we begonnen als een grap en we gaan het nu echt doen. En ik denk dat iedereen dat wel een keertje doet. Oké, ik heb C4, ik heb wapens. Ik ben helemaal klaar. Heb je C4? Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik heb C4, ik heb alles. Zullen we gaan? Okay, ik ben er klaar voor. Want jij had een bank gezien onderweg, toch? Jammer. Ja, ik had er een gezien. Nou, ik ga dus niet mee. Oké, doei David. Dag. David, als we niet levend terugkeren,